Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 44, 28 oktober tot en met 3 november. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve stier, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké, ik zie zeg maar dat er nog dingen verborgen liggen. Misschien zijn het ook nog wel bepaalde geheimen. En ik zie dat er ook over gecommuniceerd gaat worden. Ja, en ik heb het idee eigenlijk dat die geheimen te maken hebben, of de dingen die niet zijn uitgesproken over wat iemand lastig vindt. Over misschien dat jij eigenlijk bij jezelf terugkomt en inziet van hey, dit is in het verleden gebeurd, ik heb er last van. Het kan gaan omtrent een verlies, maar waardoor echt even alle emoties op zijn kop kunnen staan. Daarbij heb ik het idee dat je ook echt zaken aan het afsluiten bent. En dat je daarom misschien ook wel letterlijk flashbacks kan krijgen. Laten we even verder gaan kijken wat je verder kan verwachten. Wat kan je verder deze week verwachten? Ja, en dan zie ik dat het belangrijk is om in jezelf te blijven geloven. Dat het van belang is om naar jezelf te blijven kijken. Vertrouwen te creëren. Geloven in jezelf. Maar ook inzien dat je ertoe doet. Ik zie ook dat het belangrijk is om weer humor toe te passen. Dat je het wat luchtiger maakt. Zodat je eigenlijk kan creëren waar je naartoe wilt. Want je voelt je nu soms gewoon eenzaam. Alsof je er alleen voor staat. Je weet het niet. Wat moet ik er dan precies mee doen? En daardoor kan het zijn dat je een beetje in de war raakt. Ik zie ook dat het soms kan helpen om even wat zakelijker te reageren naar bepaalde situaties of naar bepaalde mensen. Zodat er meer tevredenheid komt en er meer zekerheid gaat ontstaan. En dan komt er een voldoening aan. We gaan even kijken nog naar een mooie positieve boodschap. Er komen nieuwe ontdekkingen. Oude deuren gaan dicht en nieuwe deuren gaan open. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.